Hallo, vorige keer hebben we het gehad over weerstand, geleidbaarheid en de wet van Ohm. We gaan nu weer verder en we kijken naar diverse weerstanden in één en dezelfde schakeling. Nou, vooruit, we beginnen eerst met één weerstand. En met één weerstand is het op zich redelijk eenvoudig, want de stroomsterkte gaat er doorheen en that's it. Maar, nu eens twee weerstanden. Wat gebeurt er met de stroomsterkte met twee weerstanden die naast elkaar zijn, parallel? Parallel is naast elkaar. Wel, de stroomsterkte die van links erin gaat, die heeft nu een extra pad gekregen waarlangs hij kan. Dat betekent dus dat hij makkelijker er langs kan. Dus betekent dat de geleidbaarheid bij een parallelschakeling altijd groter wordt dan bij een enkel. Dus schakel je een weerstand parallel bij aan, dan wordt de geleidbaarheid altijd groter en natuurlijk wordt dan de weerstand altijd kleiner, want geleidbaarheid en weerstand waren tegengesteld, weet je nog? Ik heb nu een weerstand van 30 ohm en 20 ohm parallel aan elkaar geschakeld. Hoe groot is nu de spanning over de weerstand van 30 ohm, als ik dus een batterij heb van 6 volt. Dus 6 volt wordt geschakeld over die 30 en over de 20 ohm. Wel, kijk, de 30 ohm is rechtstreeks verbonden aan de batterij. Dat betekent dus dat de 6 volt van de batterij ook over 30 ohm staat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de 20 ohm. De 20 ohm weerstand staat ook rechtstreeks aangesloten op de batterij, dus die is ook 6 volt. Onthoud, als je twee weerstanden parallel hebt geschakeld, dan is de spanning over beide weerstanden gelijk. Trouwens, niet alleen weerstanden, ook twee lampjes bijvoorbeeld parallel. Oké, we gaan even kijken naar... We hebben spanning gehad, we gaan nu kijken naar de stroomsterkte. Want er gaat natuurlijk een stroom lopen door de bovenste weerstand en een stroom lopen door de onderste weerstand. Hoe groot zijn die twee stroomsterktes? Die kun je berekenen. Je had de vorige paragraaf, de wet van Ohm, en die kun je hier ook gebruiken. Ja, R is U gedeeld door I, wet van Ohm, kun je herschrijven als I is U gedeeld door R. En dus, de bovenste weerstand wordt er dan 6 gedeeld door 30, is 0,2 ampère. En evenzo dus, de onderste is dan 6 gedeeld door 20, is 0,3 ampère. Je ziet, de grootste weerstand heeft de kleinste stroomsterkte. I totaal, die wordt dan die twee bij elkaar opgeteld. Dus dat wordt in totaal 0,5 ampère. Want de stroomsterkte, die moet natuurlijk, die gaat hier zo langs en die splitst zich hier in tweeën. En dat betekent dus, stel je voor, het is een verkeersstroom en hier stromen 500 auto's langs. Die 500 die splitsen zich dus en er gaan 200 die kant op en er gaan 300 die kant op. Ja, het totaal aantal moet gelijk blijven. Dus, we hadden twee weerstand parallel is de spanning gelijk. En nu komt erbij dat over de twee, niet over, maar door de twee weerstanden parallel, zal de stroomsterkte verdeeld worden. De spanning is gelijk en de stroomsterkte die verdeelt zich. De batterij, 6 volt, de stroomsterkte een half ampère en in plaats van twee weerstanden wil ik nu die twee vervangen door één weerstand. Maar de stroomsterkte moet gelijk blijven. Hoe groot is die weerstand? Ja, daar hebben we natuurlijk weer de wet van Ohm. De wet van Ohm, daar kan ik de weerstand mee berekenen, namelijk U gedeeld door I. De spanning over de weerstand is 6, stroom een half, dus 6 gedeeld door half, betekent dus dat de vervangingsweerstand 12 ohm is. Dus in plaats van twee weerstanden van 30 en 20 ohm,
kan ik die vervangen door één weerstand van 12 ohm. De vervangingsweerstand. Hoe kun je nou die vervangingsweerstand normaal berekenen? Nou, het kan op twee manieren. Kijk, je kunt kijken naar de geleidbaarheid. De geleidbaarheid van 30 ohm is 1 gedeeld 30 is 0,033 etc. Siemens. En voor die 20 ohm is de geleidbaarheid 1 gedeeld 20 is 0,05 Siemens. En als je dat nu eens vergelijkt met de geleidbaarheid van die vervangingsweerstand, 1 gedeeld door 12, dan zie je dat de geleidbaarheid van die vervangingsweerstand de optelling is van de geleidbaarheid van die andere twee weerstanden. Dus er geldt heel eenvoudig, de geleidbaarheid van de vervangingsweerstand is de geleidbaarheid van de een plus de geleidbaarheid van de ander. Je kunt ook, en die heb je misschien voor in de onderbouw gehad, deze doen. Namelijk dat 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is gelijk aan 1 gedeeld door de eerste weerstand plus 1 gedeeld door de tweede weerstand. Oké, eventjes samengevat, wat geldt bij een parallel geschakelde weerstand R1 en R2? Allereerst, de spanning over ieder weerstand is gelijk. Dus over R1 is gelijk aan R2. De stroomsterkte, die is niet gelijk. Die wordt verdeeld over beide weerstanden. Als beide weerstanden gelijk zijn, dan krijgen ze natuurlijk ieder de helft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor de totale geleidbaarheid of de vervangingsgeleidbaarheid geldt dat de geleidbaarheid is die van één plus die van ander. Of als je naar de weerstand kijkt, dan geldt 1 gedeeld R vervanging is 1 gedeeld R1 plus 1 gedeeld R2. Twee weerstanden parallel gehad. We kijken naar twee weerstanden in serie. Wat gebeurt er dan met de stroomsterkte? Nou, de stroomsterkte die had eerst één zo'n weerstand en nu moet hij door twee weerstanden. Dat betekent dus dat hij extra wordt tegengehouden. Oftewel, een slechtere doorstroming betekent dat de geleidbaarheid altijd afneemt bij een serieschakeling. Ja, we hadden parallelschakeling, werd juist altijd groter. Bij serieschakeling wordt hij altijd kleiner. Of als je naar de weerstand kijkt, de weerstand wordt bij een serieschakeling altijd groter. Weer de 20 en de 30 ohm, maar nu doen we ze in serie. En ik hou nog steeds 6 volt als batterij. Wel, er gaat een stroom lopen en je ziet in het plaatje al dat die stroomsterkte overal gelijk zal zijn. Ja, overal in serie is de stroomsterkte gelijk. En dat is dus I. I totaal kun je doen, maar I totaal is dus hetzelfde als I door de 20 is hetzelfde als I door de 30. Hoe groot is die stroomsterkte nu? Wel, eerst eventjes die 20 ohm en 30 ohm, die twee samen, dat is eenvoudig, die zijn gewoon samen 50 ohm. Dus, als je twee weerstanden hebt, en je wilt de vervangingsweerstand daarvan hebben, is het gewoon deze bij elkaar mag optellen. Dat is wel handig, dat is wel makkelijk. Nu kan ik dus I berekenen, want ik weet nu de spanning en ik weet de weerstand. Dus de stroomsterkte is dan 6 gedeeld door 50 is 0,12 ampère. Ja, weer eventjes naar de twee weerstanden apart in serie. 0,12 ampère is de stroomsterkte. En die stroomsterkte gaat dus door de 20 ohm en door de 30 ohm. Dat betekent dat ik nu de spanning voor iedere weerstand apart kan berekenen. Namelijk voor de 20 ohm wordt het 0,12 maal 20 is 2,4. En voor de 30 ohm, die kan ik berekenen, die is 0,12 maal 30. Maar je kon ook al weten van ja, daar moet 3,6 uitkomen. Want samen opgeteld, ja, die 3,6 plus de 2,4
is die 6 volt. Ja, de spanning verdeelt zich over beide weerstanden. En bij die verdeling krijgt de grootste weerstand het grootste deel van de spanning. Oké, parallel hebben ze net samengevat. In serie doen we het ook nog eventjes. Wat geldt er bij twee weerstanden in serie? Nou, allereerst de spanning, die is dus nu niet gelijk over iedere weerstand, maar nu wordt de spanning verdeeld. En de stroomsterkte, die is nu gelijk voor beide weerstanden. Zie je het verschil tussen de... Ja, hier was de spanning gelijk. En hier is de stroomsterkte gelijk. En hetzelfde met de stroomsterkte. Hier is de stroomsterkte wat hier verdeeld en hier wordt de spanning verdeeld. Voor de vervangende weerstand is dat ik ze nu gewoon mag optellen. Bij de parallel mocht ik de geleidbaarheid gewoon optellen. En nu geldt voor de totale geleidbaarheid juist 1 gedeeld door GV is 1 gedeeld door G1 plus 1 gedeeld door G2. Je ziet het is net andersom bij parallel en bij serie. Oké, in plaats van een weerstand kunnen we natuurlijk ook eens kijken naar een lampje. Een lampje, 6 volt, ja, we sluiten hem aan en hij gaat keurig branden. Niks mis mee. Nu twee lampjes in serie. Ik hou dezelfde batterij, ik hou gewoon 6 volt. Wat zie je aan beide lampjes als ik nu de schakelaar dicht doe? Ja, bedenk even zelf van, hey, wat zou er nu gebeuren? Wat zie je? Oké, daar komt hij. Ja, beide lampjes gaan weer branden, maar minder fel. En ja, waarom? Ja, ze staan in serie. En in serie zal de spanning zich verdelen. En ik heb hier twee dezelfde lampjes, dus ieder krijgt de helft van de spanning. Maar ik heb wel twee lampjes in serie, dus wat gebeurt er met de weerstand? De weerstand die zal toenemen. En dus zal de stroomsterkte dalen. En daarom zal dus een lampje minder fel branden. Het voordeel is wel dat de batterij langer meegaat, want de batterij zal minder stroomsterkte leveren. Oké, nu twee lampjes parallel. Ik hou dezelfde spanningsbron, nog steeds 6 volt. Wat gebeurt er nu als ik de schakelaar sluit? Ja, heb je het in je opgenomen? Let op, dit gebeurt er. Beide lampjes die gaan even fel branden en ze branden even fel alsof er één lampje zou branden. Want beide lampjes zijn parallel, dus beide lampjes krijgen de volledige 6 volt. En dat betekent dus dat door zo'n lampje gewoon de normale stroomsterkte zal gaan. En dat betekent dus dat de stroomsterkte zal stijgen. En dat klopt ook, want ze staan parallel, dus de totale weerstand neemt af. Ze zullen dus beiden even fel branden als die ene lamp. Maar je krijgt dus nu wel dat de batterij sneller zal leegraken. Want ja, hij moet meer leveren. Oké, we doen even twee oefeningen tot slot. Eerste oefening is, ik heb hier 6 weerstanden en ik wil die 6 weerstanden vervangen door 1 vervangingsweerstand. Hoe groot moet die vervangingsweerstand zijn? Als tip, je moet beginnen met de parallelle weerstanden. Druk eerst even op pauze om het zelf uit te proberen en kijk daarna of je het goed had. Oké. We beginnen dus met de vervangingsweerstanden. Dat zijn dus de 300 en de 500 en de 400 en de 600. De 300 en 500 samen, die kun je berekenen met 1 gedeeld 300 plus 1 gedeeld 500 is een getal. En dat is 1 gedeeld door vervangingsweerstand. Dus de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door dat getal. Dus de 300 en de 500 kun je vervangen door 1 weerstand van 187,5 ohm. Dat is deze. Dus die twee heb ik vervangen door 1. Dan kan ik ook met de 400 en de 600 doen. Die zijn samen 240 ohm. Dus die twee weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 240 ohm.
Nu heb ik 4 weerstanden mooi in serie staan. En weerstanden in serie maak ik gewoon optellen. Dus dat is alles bij elkaar opgeteld 577,5 ohm, maar significant 578 ohm. Let op, hè, je hebt daar 50 ohm, maar ik ben hier niet aan het vermenigvuldigen, maar optellen. Dus het geldt met significantie dat je moet kijken naar het aantal cijfers achter de komma. En het minimaal aantal cijfers achter de komma is 0. Dus het eindantwoord ook met 0 cijfers achter de komma. Dus de 6 weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 578 ohm. Laatste. Ook hier weer 6 weerstanden. Ze staan gewoon zo geschakeld. Wat wordt de vervangingsweerstand? Druk even op pauze en kijk daarna verder. Oké. Dit is de parallelschakelingen. De 200 en 300 samen en de 500 en de 600 samen. Ik ga niet alles meer uitgebreid berekenen, maar ik geef meteen het resultaat. Dat is deze. Ja, je kunt ze vervangen door een 120 ohm en een 272 ohm. Ik heb nu hierboven 2 weerstanden in serie, die zijn samen 220, en hieronder 2 weerstanden in serie, die zijn samen 672. Dus die twee kan ik nemen en dan krijg ik dus 2 weerstanden die samen weer parallel staan. En dus kan ik die twee weer samen berekenen met een parallelschakel. En tenslotte krijg ik dus dat de eindweerstand, de vervangingsweerstand, 166 ohm is. Zo, dat was het weer. We doen de lichten uit en we sluiten de presentatie. Tot ziens!